Goedemorgen iedereen. We zijn in Dixmuiden natuurlijk. Op stap naar Roeselare vandaag. 26 kilometer door de velden van... wat is dat hier? De Westhoek, dat was het. En Roeselare is de Leienstreek of zoiets. Het Leienland. Ik weet niet hoe dat noemt. Dat zijn zo de drie hoofdstreken van West-Vlaanderen. Het Brugse Ommeland, de Westhoek en de Leie. Dat daar. En dat is ook nog de kuststreek. Dat is ook nog iets gans anders. Ik heb volgers. Rock me mama like the wind and the rain. Rock me mama like a southbound train. Hey, 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 mama rock me. Proef van de dag, hier voorbij wandelen zonder nat te worden. Take 1. Ah shit, nee! Ah yes, het is me toch nog gelukt. Kijk eens aan. Kortemark. Een andere gemeente. Ja, ik wist dat er in West-Vlaanderen veel boeren waren, maar dat er al zoveel zijn. Niet slecht bedoeld. Lama's of alpakas. Ik weet nooit welk beest dat eigenlijk is. Beide lijken op elkaar. Hè. Maar als zo'n spuugding. Gigantisch veel prijzig. Velden vol. En hier ook. Gigantisch veel prij. Nieuwe gemeente. Staden. En daar is Houthulst. Dus dan hebben we al Dixmuiden, Kortemark, Houthulst, Staden. En Sebiete Roeselare. Vrij veel gemeenten, hè. Dat liedje dat je hoort, dat kennen we als De Blauwvoet. Eigenlijk zeer bekend onder Vlaams-nationalistische kringen, maar dat is eigenlijk een lied geschreven, dacht ik, door Anderlecht Rodenbach. Een man vanuit Roeselare, daarmee dat ik het vertel, omdat hij van Roeselare afkomstig is. Die, wat is het, 1860, eind 19e eeuw. Was die een student hier in Roeselare
En hij kwam eigenlijk in opstand tegen het gebruik van het Frans in de scholen. Daar werd Frans gesproken in Roeselaren. Roeselaren heeft eigenlijk ook een heel geschiedenis van grensverleggingen. Dat was een deel van Frankrijk vroeger. Dat was waar de grens hier liep ergens. Dan is dat weer bij Nederland gegaan en nu is dat België natuurlijk. De grote storing. De grote storing, ja. Zo heet die opstand, die studentenopstand tegen het Frans. Ik ben 2 keer verkeerd gelopen vandaag. En serieus neig verkeerd gelopen. Verdomme, hè. Ach ja. Meer kilometers. Veel meer kilometers, hè, dat ik moet doen nu. Nou, feitelijk gewoon de verkeerde baan ingewandeld en niet gekeken naar de kaart of dat ik goed zat. En gewoon breindood verder gegaan. Niet slim, hè, maar kijk. Enfin. We zijn er in Roeselaren. Ik heb toch even getwijfeld voor te stoppen in het midden van mijn ding, omdat ik het niet meer zag zitten. Maar ik heb toch doorgegaan en nu ben ik hier toch aangekomen. Het is bijna 4 uur. Dan is mijn trainer. Allee, merci voor te kijken en merci voor te kijken. Tot de volgende keer naar Kortrijk.